Het Belastingplan van 2023. Wat zijn de gevolgen voor jouw eigen woning? Zoals ieder jaar gaan er ook in 2023 weer dingen veranderen op het financiële vlak voor je eigen huis. De Belastingplannen voor 2023 zijn ongeveer bekend. En wat dat voor gevolgen heeft voor je huis en je hypotheek, dat vertel ik je hierna. En aan het eind hebben we natuurlijk weer gratis alles op een rijtje voor je, zo te downloaden. Ik ben Theo Heus, makelaar bij Digimakelaars.nl, de makelaar van Nederland. We verlenen diensten bij de koop en verkoop van huizen door het hele land. Dus ook voor jouw huis is er een betrouwbare en goedkope NVM-makelaar. Digimakelaars.nl Kijk maar eens hier op Funda voor onze beoordelingen. Dan weet je precies waar je moet zijn als je zover bent. Iedere donderdag plaatsen we een nieuwe video op ons YouTube-kanaal. Abonneer je hieronder op ons kanaal, klik op de bel en dan krijg je direct bericht als er weer nieuws voor je is. De overdrachtsbelasting gaat omhoog. Tenminste, voor kopers van vastgoed dat niet voor directe bewoning door de koper is bedoeld. En iets zo'n beetje ook, van 8 naar 10,4 procent. Nog nooit heeft de overheid bij overdasbelasting van bedragen achter de komma gebruik gemaakt. Dat moet waarschijnlijk de indruk geven dat er heel nauwkeurig aan gerekend is, maar dat gelooft niemand toch. Koop je een eigen huis waar je zelf gaat wonen, dan blijft de overdasbelasting 2 procent of zelfs 0 procent voor je eerste koophuis als je onder de 35 bent. Dat noemen ze de startersvrijstelling. Daar gelden nog wel wat andere voorwaarden voor, maar we geven even de hoofdregel aan. Voor die startersvrijstelling mag je in 2023 een huis kopen van maximaal 440.000 euro. Dat is een flinke verhoging en die verhoging volgt, wat ons betreft, goed de marktontwikkelingen. Die 440.000 als bovengrens geldt nu al als je koopt, maar het huis moet dan wel pas vanaf 1 januari 2023 worden overgedragen. De schenkingsvrijstelling voor een eigen woning die wordt ook aangepast. Dit verhaal gaat over de zogenaamde jubelton. En daarover heb ik kort geleden een video opgenomen. Kijk maar eens hier. De gewone schenkingsvrijstelling voor je kind is nu 27.231 euro. En die wordt in 2023 28.947 euro. De kostengrens voor de NAG, de zogenaamde nationale hypotheekgarantie, waarmee je dus korting krijgt op je hypotheekrente, die wordt verhoogd van 355 naar 405.000 euro. Doe je iets aan energiebesparing, dan wordt de kostengrens 429.300. Het gaat om de koopsom exclusief roerende zaken. Dus even opletten, want de NAG die kijkt wel naar het bedrag van de roerende zaken. Is het buitenproportioneel? Dat is een mooi woord voor hoger dan normaal gebruikelijk. Dan krijg je geen NAG. De borgtochtprovisie, ofwel de premie die je voor de garantie en de hypotheekkorting moet betalen, die bedraagt eenmalig 0,6% van het te lenen bedrag. En dat is gelijk aan 2022. Voor die wijziging is de ingangsdatum de datum van het bindend hypotheekaanbod. Dus komt het aanbod op of na 2 januari, dan geldt de verhoogde kostengrens. Ook al heb je het huis dus nog dit jaar gekocht. De hypotheekrenteaftrek daalt ook weer een beetje, van 40 naar 37,05% voor de hoogste belastingschijf. En daarmee is de ondergrens bereikt van de verlagingsafspraken die in 2017 al zijn gemaakt. De hele aftrek die daalt in 2023 naar 83,34 Het is helemaal niet interessant om hier nou uit te leggen wat die hele aftrek precies inhoudt. Het ging er destijds om dat de mensen met een eigen huis, zonder of met weinig hypotheek, benadeeld werden met het eigen woning doordat ze geen hypotheekaftrek meer hadden. Maar ja, wil je het precies weten? Klik dan even op de link in de toelichting onder deze video. Het eigen woningforfait, waar we het net over hadden, dat daalt in 2023 van 0,45% naar 0,35%. Dat geldt dan voor huizen tot 1,2 miljoen. En daarboven blijft het forfait gelijk, namelijk 2,35%. De WOZ-waarde van woningen die gaat komend jaar zo'n 8 tot 9% stijgen, is de verwachting. En dat is ongeveer hetzelfde als de stijging van het afgelopen jaar. De energiebelasting die gaat weer omhoog. Na een paar maanden van 9% btw komt er nu weer 21% bovenop je gas- en elektriciteitsprijs. De bedoeling was dat dan de energiebelasting zou dalen, maar die regeling is vervangen door de prijsplafondregeling. Dus gebruik je meer dan gemiddeld, dan betaal je de hoofdprijs voor dat meerdere. Volg het nieuws van de overheid, want er wordt nog dagelijks gesleuteld aan die regeling. De subsidie voor energiebesparende maatregelen, de ISDE, die loopt nog steeds door en dat is super interessant. Kijk naar deze video voor de ins en outs van de duurzaamheidssubsidie. Dan de btw op zonnepanelen. Die gaat vervallen komend jaar en dat betekent twee dingen. Eén, je betaalt geen btw meer en je krijgt dus ook geen btw meer terug op de aanleg van het zonnepanelen systeem. En twee, je hoeft in de meeste gevallen geen btw meer af te rekenen over de elektriciteit die je teruglevert aan het net. Maar als je voor meer dan 1800 euro teruglevert of als jouw systeem meer dan 10.000 watt piek is, dan moet je helaas wel aangifte doen. Alles over BTW en zonnepanelen vind je via de link hieronder in de toelichting. Dan gaat er nog een heleboel gebeuren met huurwoningen. Maar ja, daar hebben we het hier niet over. Hè? Dit kanaal gaat over wonen en je eigen huis. Maar als je het hele document met de plannen voor 2023 gratis downloadt, zie de link weer in de toelichting. Dan weet je daarna ook alles over de kabinetsplannen met betrekking tot de huurwoning. Dat is interessant voor huurders en voor beleggers. Dan de omgevingswet. We hebben het er nu al voor het derde jaar over. Grote kans dat die nieuwe wet in 2023 eindelijk ingaat. Wie weet? De veranderingen in de omgevingswet komen er kort gezegd op neer dat de omgevingswet alle wetten voor de fysieke leefomgeving bundelt en moderniseert. Daarbij gaat het onder meer om wet en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Zo gaan 26 wetten geheel of gedeeltelijk op in de omgevingswet. Daarnaast wordt er een nieuw digitaal stelsel opgericht: het Digitaal Stelsel Omgevingswet. DSO. Het stelsel gaat ruimtelijkeplannen.nl vervangen. En zo ontstaat er dan één digitaal loket voor het aanvragen van vergunningen en het raadplegen van de geldende regels per locatie. Ook het vergunningenstelsel voor het bouwen wordt gewijzigd in de omgevingswet. Er wordt een knip gemaakt in het ruimtelijke deel en in het technische deel. Met andere woorden, ga je bouwen, krijg je twee vergunningen. En zodra het zover is, dan kom ik natuurlijk bij je terug en leg ik het allemaal haarfijn weer uit. En heb je zin in nog een aardige video? Kijk dan eens even hiernaar. Nu je eerst een huis kopen of toch maar een jaartje wachten? Niet vergeten de plannen van 2023 te downloaden hoor. Zie de link in de toelichting. En vond jij het een goed verhaal? Geef de video dan een like. Delen met je vrienden, dat zou tof zijn. Abonneer je op ons kanaal en klik op de bel. Dan blijf je altijd op de hoogte.